Tenminste, 1 op de 3 vrouwen heeft ooit in haar leven enige vorm van geweld ervaren. Dat zegt minister Bronto Somaharjo van Binnenlandse Zaken aan de vooravond van de start van de campagne 16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld. Deze campagne wordt jaarlijks wereldwijd gevoerd vanaf 25 november tot en met 10 december. Hierbij worden activiteiten georganiseerd om het bewustzijn over gendergerelateerd geweld te verhogen. Dit moet erin resulteren dat geweld tegen vrouwen en meisjes minder wordt of helemaal geëlimineerd wordt. Geweld tegen vrouwen en meisjes wordt wereldwijd erkend als schending van mensenrechten. Verder blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in 5 Caribische landen dat bijna de helft van deze Caribische vrouwen te maken heeft gehad met tenminste 1 vorm van geweld. Lichamelijk, geestelijk, financieel en seksueel. Ook intiem partnergeweld komt aan de orde. De percentages zijn verschillend. In Grenada en Jamaica is dat 39%, in Trinidad en Tobago 44% en in Suriname 48%. Dit is onaanvaardbaar en zou ons allen moeten verplichten om actie te ondernemen om een einde hieraan te maken. Wereldwijd onderzoek bevestigt ook dat ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen geweld tegen vrouwen en meisjes aanwakkeren. De onderzoeken in de 5 Caribische landen sluiten aan bij deze wereldwijde bevindingen. Ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen leidt tot controlerend gedrag binnen intieme relaties. Ook is gebleken dat bij partners met controlerend en agressief gedrag de percentages van intiem partnergeweld hoger liggen. Het probleem is waarschijnlijk nog erger geworden in het Caribisch gebied sinds de COVID-19-pandemie begon. In veel Latijns-Amerikaanse landen is er een aanzienlijke toename, in sommige gevallen zelfs een verdubbeling, van meldingen van huiselijk geweld en moorden op vrouwen en meisjes. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig met voorlichting in de vorm van publicaties op de televisie, om zodoende geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen. Somaharjo roept andere organisaties op om ook een bijdrage te leveren aan dit proces. Het bestrijden en voorkomen van geweld, in welke vorm en tegen wie dan ook, is niet alleen een zaak van de overheid, maar van ons allemaal. Als minister belast met genderaangelegenheden, roep ik ieder op om samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere partners te werken aan een samenleving welke vrij is van gendergerelateerd geweld. Laat de te ondernemen actie tijdens deze 16-daagse campagne een aanzet zijn voor vele gerichte acties om gendergerelateerd geweld te beëindigen. Laten we samen bundelen en als natie deze strijd tegen het geweld aangaan. Aldus minister Bronto Somaharjo. De VN-vrouwen hebben als thema voor de campagne gekozen Orange the World and Violence Against Women Now.